De Internationale Archievendag is vandaag wereldwijd gevierd. Het Nationaal Archief Suriname heeft deze dag ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het thema dit jaar is archieven, burgerschap en interculturalisme. Archieven spelen een belangrijke rol bij onder andere het documenteren van de geschiedenis van een land. Het Nationaal Archief Suriname heeft deze dag gevierd met de launch van het Nationaal Archief Informatiesysteem, NAIS. De nationale archivaris en directeur Rita Chin Fu is verheugd dat deze dag overal in de wereld en dus ook in Suriname wordt gevierd. Volgens haar zal zij daarom altijd benadrukken waarom archieven belangrijk zijn voor een land. Waarom zijn archieven eigenlijk zo belangrijk? In principe zeg ik het continu, maar op deze dag moet ik het echt onderstrepen. Archieven kunnen gebruikt worden om bij te dragen aan de bevordering van verantwoord burgerschap met respect voor elkaars cultuur. De documenten die zijn gevormd door overheidsorganen, private organisaties en andere groepen kunnen in principe dienen als bescherming van de burgerrechten, maar ook voor de vorming van individueel en collectief geheugen van de mens. Het Nationaal Archief participeert ieder jaar actief aan deze viering, omdat wij van deze dag gebruik willen maken om ons beroep en ook het vakgebied voor het voetlicht te plaatsen. Rita Chin Fu is van mening dat het beroep van archivarissen een betere waardering en meer bekendheid verdient. Dit kan het krijgen door het organiseren van publieksgerichte activiteiten. Minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken is het helemaal eens met de directeur. Volgens hem moet het werk van een archivaris niet onderschat worden. Deze functionarissen en instellingen beheren niet alleen het documentair historisch erfgoed van de natie, maar dragen er ook aan bij dat de overheidsorganen een effectieve archiveringsfunctie hebben. De archieven bevatten niet slechts informatie over de pre- en postkoloniale bestuurlijke geschiedenis van Suriname, maar ook over de wordingsgeschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen van ons land. Weliswaar is de informatie verzameld en vastgelegd vanuit een koloniale optiek, maar voor ons ligt nu de taak om deze schat aan historische bronnen te plaatsen tegen de achtergrond van onze hedendaagse realiteit. Aldus minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vanmorgen tijdens de viering van de Internationale Archievendag. Het Nationaal Archief Suriname heeft ook de launch gehad van een Nationaal Archief Informatiesysteem.